De rechtspraak is het afgelopen zittingsjaar recht overeind gehouden, ondanks de COVID-19-pandemie. President Iwan Rasulbaks van het Hof van Justitie zei vandaag tijdens een buitengewone openbare zitting, in verband met de opening van het nieuw zittingsjaar, dat de pandemie een extra vertraging teweeg heeft gebracht in het rechtsproces. Die COVID-situatie heeft ook genadeloos op de rechtspraak is afgekomen op de rechtspraak, doch we hebben de moed niet laten zinken en de rechtspraak recht overeind gehouden. Met de volgende resultaten in de 7 units van de rechtspraak en de bijzondere rechtscolleges. Ik presenteer u als eerste de slide statistieken civiele sector 2021 met vergelijking ten opzichte van het zittingsjaar 2020 wat betreft nieuw ingediende zaken, uitspraken en werkvoorraad voor 2020. Dat betekent zaken die nog in proces zijn of zaken die zijn aangehouden voor uitspraak vanaf de maand oktober. Die zullen dan worden afgewikkeld dit nieuw zittingsjaar. Dat zijn werkvoorraadzaken. Rasulbaks zegt verder dat er een nieuwe structuur komt binnen de organisatie. De unit kortgeding zal onder andere moeten zorgen voor het inlopen van achterstanden. De hofpresident zegt dat alle lopende zaken zullen blijven voortgaan met de bedoeling dat alles zo snel als mogelijk wordt afgewikkeld. We merken dat er in de achterstandsuitspraak in kortgeding een significante reductie is gekomen van 1234 zaken in 2020 naar 812 zaken in 2021. De unit kortgeding zal in het nieuwe zittingsjaar op eigen kracht werken aan het verder inlopen van deze achterstand van 812. Uiteraard zal het nooit tot nul gereduceerd worden, maar gaandeweg hopen wij dat als er werkvoorraad gaat vanuit september naar oktober, dat het niet 812 meer is, maar ergens in de 20, 30 zaken dan is het te doen, want dat wordt weggeschreven dan in de maand september om in oktober uit te spreken. Rasulbaks stelt dat het team aan rechters en schrijfjuristen bij het Hof verder moet worden aangevuld. Rasulbaks zegt ook dat als er een vlotte afhandeling van zaken een feit moet worden, er meer rechtsgeleerden binnen de kortgeding unit moeten gaan werken. De opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie werd bijgewoond door het staatshoofd, de vicepresident, de assembleevoorzitter en diverse ministers.